Welkom bij het kinderrechtennieuws. De kinderen van basisschool Scharrel hebben enkele toneeltjes in elkaar gestoken. Nu gaan we naar onze reporter ter plaatse, Senne Bevers. Hallo, ik heb hier leerling van basisschool Scharrel Sempeen bij me. Waarover zullen de toneeltjes gaan? De toneeltjes hebben te maken met de bescherming van het kind. En waarom doen jullie dit? We gaan de mensen te laten zien dat de kinderen bescherming nodig hebben. Is er ook een actie aangekoppeld? Ja, we gaan een prentenboek maken en daarna verkopen. En de opbrengst ervan sturen naar de mensen die kanker hebben. Nu mogen jullie kijken naar de filmpjes. Nu mogen jullie naar het toneeltje zien waarin spelen Huub, Maarten, Luca, Timo, Emma en Eline. Het gaat over de veiligheid en het beschermen van het kind. Klaar om te overvallen? Ja. Oké, nu in de bus laden. Yes, we hebben er al één. Nu de volgende nog. Volgende. Laden. Geld afpakken. Kom, we gaan, okay. We gaan naar de geheime plek. Ja, kom. Zijn we er al bijna? Ja, we zijn er. Oké. Okay. Nog even een pauze houden. Ja. Dat is wel veel werk hoor. Ja. Dat is ook wel geld. Ja. Iemand nog een koekje? Ja, ik wil wel. Ik ook. Zeg, ik ga zelf kijken of dat ze nog zijn. Ja, toch maar. Ja. Zie, dat is nu al bij, hè? Ze zijn weer weg. Dan we naar de volgende plek. Ja. Nu mogen jullie een toneeltje zien waar we meegespeeld hebben. Arnoud, Toon, Sietse, Jenka, Amber en Fientje. Dat gaat over lichamelijk geweld en iedereen is gelijk. Ja? Hoe was het in het weekend? Leuk. Ja? Wat heb je gedaan? Ja, wandelen. Ah, en met wie? Dan mag je niet weten. Mag ik dat niet weten? Ah. En wat heb jij gedaan? Ik ben naar de winkel. Naar de winkel. En wat nog? Ik ben bij mijn vriendje. Ah, bij jouw vriendje gaan spelen? Ja. Ah, oké. Dat is tof. Ja. Is het schooljaar is begonnen en we hebben een nieuw slachtoffer. Ja. De blinde. En dan? Mogol? Ja. Nee, dat mag je niet zeggen. Je kunt daar niks aan doen. Niet aan luisteren, hè? Niemand. Zijn dat uw vrienden? Dat zijn mijn vrienden. Heb je daar iets tegen? Ja. Ja, heel veel eigenlijk. Stop, dat is niet grappig. Ze zijn maar dingen aan het zeggen. Niet naar luisteren. En waarom zou je dan niet naar luisteren? Hij is toch niet doof? Dat dat niet waar is. Jullie zeggen dingen die dat niet waar zijn. Ga weg. Nee, weg. Stop met praten. Oh. Ah. Jenka. Niet slagen. Stop. Daar houden, hè. Hou dat op, ja. Kom. Kom, hier. Gaat het hier aan de Wat? Ze zijn begonnen. Ja. Hier. Niks. Oké. Wat is er allemaal gebeurd? Ze hebben ons gestampt. Ja, maar hij begon met de stok te slaan. Misschien doet hij dat wel niet expres, hij kan niks zien. Oké, we zullen sorry gaan zeggen. Sorry, dat hadden we niet mogen doen. Ja, sorry. Dan zeggen wij ook sorry, hè? Sorry.
ouders nog te zien. Nee, niet doen. Dat hoeft niet. Als ze het nog eens doen, dan wel. Zal wel over nadenken. Maar niet meer doen, hè? Nee. Kom, weg naar huis. Nu mogen jullie het laatste filmpje kijken dat gespeeld is door Sophie, Fleur, Linke, Marie, Emma, Shani en Finne. Dat gaat over fysiek. Ja. Hey Sophie, zie je hun daar? Echt zo'n steltje losers met een bril. Ja, misschien kunnen we het naar testen. Doe je mee, Fleur? Ja, waarom niet? Hey, Bril, kom hier. Kom, Sophie. Stop, blijf staan. Geef die bril terug. Kom hier. Daar zie je. Kom maar. Dit mag niet vesten. Waarom niet? Dat is niet fijn. Zou jij graag gepest worden? Nee. Waarom doen jullie het dan? Omdat we een bril hebben. Het gaat toch niet om het uiterlijk, het gaat om het innerlijk. We zijn allemaal gelijk. Ja. Gaan we spelen? Sorry. Kom, we gaan spelen. Dit was het kinderrechtennieuws van vandaag.